De grote biologische winkelketen, u kent ze wel, heeft op een gegeven moment besloten dat ze alle plastic uit de winkel wilde hebben. Dat is niet erg zinnig, want waar is het je om te doen? Ik heb er al eerder over gesproken en geschreven. Er zijn een hoop mensen die willen... alleen al het woord plastic is al fout. Dus dat kan al niet. En er zijn mensen die dus niks willen hebben wat van aardolie wordt vervaardigd. Dus, want ze willen dan wat ze noemen fossielvrij. Alles wat petrochemie betreft, dat is voor hun anathema. Beginnen ze niet aan. Over. Dan heb je nog als ander argument dat er uit plastics vervelende stoffen komen. Dat is voor een groot gedeelte is dat waar. En dan moet je altijd even kijken naar welke plastic heb je het over. Want dat geldt zeker niet voor alle plastics. En zeker niet in gelijke mate. Zo ben ik bijvoorbeeld geen groot fan van PET. Dus polyethene terephthalaat. Wat verwerkt wordt in flessen. Maar ook dus in vlies en in polyester kleding. Of... PVC is vaak, daar zit een weekmaker in die hormoonverstoorder is. Maar niet altijd. Er zijn ook alternatieven. Maar vaak is het wel. Dus een phthalaat of een terephthalaat. Maar dat is eigenlijk ook gewoon een phthalaat. Wat zit je nou met onderscheid? Dus dat argument dat gaat vaak op, maar niet altijd. Dus het is handig om het onderscheid te kunnen maken. Dan heb je als derde argument wat ik kan verzinnen is dat plastic slecht afbreekt, de natuur ingaat en dat er allerlei vissen in gaan stikken. Nou, dat is zonder meer waar. Dat zie je, dat is praktijk. Alleen, wij zitten hier in Nederland of in Vlaanderen en ons afval wordt netjes verwerkt in bijvoorbeeld huisvuilcentrales. Dat geldt voor ons gedeelte van Europa, geldt dat ook. En dan kun je wel heel veel inspanningen verrichten om al dat plastic te verzamelen en te gaan recyclen en zo. Dat klinkt allemaal heel erg leuk. Maar ga even kijken wat de kiloprijs is die je kunt vangen voor gerecycled PET of ik geloof HDPE, in ieder geval polyethyleen, wat gebruikt wordt. Dat is een heel groot verpakkingsmateriaal. LDPE en HDPE. Hoge dichtheid polyethyleen en lage dichtheid polyethyleen. Groot verpakkingsmateriaal. Wat is gebleken? Die vervuiling, ook van die zeeën en die plastic soep, dat ligt voor een heel groot gedeelte in arme landen. Die flikkeren... Die mensen daar, die flikkeren alles de rivier in. Daar zullen ze misschien ook hun reden voor hebben. Weet jij veel? Maar waar komt dat vandaan? En het begint eigenlijk al hier in Zuid-Europa. Daar zie je het al misgaan. Overigens, het Verenigd Koninkrijk is nou ook niet echt een toonbeeld van Noordwest-Europese properheid in de omgang met plastic en kunststoffen, want zij hebben nog een hoop stortplaatsen. Voor zover ik weet. En ik heb ertussen gezeten. Oké. Nou, dus heb je een heleboel mensen die zeggen, ik wil alleen bioplastics. Nou, dan moet je even doorvragen, want wat bedoel je precies met bioplastics? Bedoel je plastics die niet van aardolie gemaakt zijn? Zeggen ze heel boos. Ja, dat bedoel ik. En wat verwacht je daar dan van? Nou ja, dat is beter voor het milieu, hè? Het wordt niet van olie gemaakt. Oh ja, hoe dan? Want je kunt van plantaardig materiaal, kun je net zo goed onafbreekbaar of slecht afbreekbaar plastic maken als van aardolie. En je kunt van aardolie, kun je goed afbreekbaar plastic maken, net zo goed. Alleen het enige verschil is dat je dan niet gebruik maakt van landbouwareaal, landbouwgrond,
waar je anders voeding vanaf kunt halen. Dus wil je een laagwaardig verpakkingsmateriaal van je vierkante kilometer landbouwgrond, of wil je er te eten van hebben? Dat is de keuze. Want behalve verpakkingsmateriaal is het ook natuurlijk onzalig om daar brandstof vanaf te halen. Dat heeft niet zoveel zin. Want je kunt ook weer eerst verpakkingsmateriaal maken en dan verbranden in een huisvuilcentrale zoals we dat doen in Nederland. Dan heb je toch je energie terug, maar je hebt het tussendoor heb je het nog gebruikt als verpakkingsmateriaal. Hoe dan ook, dit is een idee wat ik heb gehad van professor Rudy Rabbingen, die volg ik niet bepaald, maar in één lezing zei hij van als je landbouwgrond hebt, moet je daar proberen om daar de meest hoogwaardige stoffen, grondstoffen, producten van af te halen. Dus voeding is hoogwaardig. Supervoeding is nog hoogwaardiger. He, supervoeding, dat zijn voedingsstoffen, gewassen, waar zoveel in zit wat je als mens nodig hebt, dat dat echt een klasse boven gewone voeding staat. Er staat boven graan, staat bijvoorbeeld goji bessen. Maar daar heb je veel meer aan. Oké, goed. Dus er is een onderscheid en je moet weten waar je het over hebt. Maar goed, puur voor de symboliek heb je dus die grote supermarktketen, die biologische supermarktketen, die zegt van wij willen al het plastic willen we uit onze zaak hebben. Dat heeft niks meer te maken met milieubewustzijn. Dat heeft alles te maken met marketing. Zij denken dat hun klanten gewoon een bloedhekel hebben aan plastic. Alleen al het woord gaan de rillingen over hun rug. Dus er wordt alles uit de winkel geschrapt wat plastic heet. Maar dan ga je kijken en dan zeg je van ja, maar wat is dit dan? Dit is toch plastic? Nee. Wordt je dan verteld. Wat is het dan wel? En dan antwoorden ze ja, het is niet plastic. Oké, dus ik kocht een zak aardappelen van het materiaal niet plastic. Dus dat ligt bij mij ergens in een koelkast. Op een gegeven moment haal ik het te pakken. En zoals we dat ook wel eens hebben meegemaakt, u waarschijnlijk ook, jij waarschijnlijk ook, dit. En daar lagen de aardappelen op de grond. Dit is niet wat je van een verpakkingsmateriaal verwacht. Dat mag iets meer kunnen dan dit. Dat het hele geval uit elkaar scheurt en dat je product op de grond ligt. Maar ja, weet je, als je dan gaat lezen, dit is ook dan weer het materiaal niet plastic, ongetwijfeld, dan staat er hier verpakking bij GFT afval en dan nog een nummertje eronder. Goed, ik weet niet of dat überhaupt leesbaar is. Hier. Nou, dan zijn we weer goed bezig. Nee, we zijn niet goed bezig, want die aardappelen liggen op de grond. Als je verpakkingsmateriaal hebt, dan is dat is een vereiste voor een aardappelzak, dat die de aardappelen in die zak weet te houden. En dat ze niet over de grond gaan rollen. Maar ja, weet je, er zit ook aarde in. Dus in een aarde, daar zitten pietjes in, daar zitten bacteriën in. Dus die beginnen al aan dat spul te vreten. Dus heb je dit. Weet je, het is nog niet zo erg als, u kent die zakken wel, die dan ook nog wel worden gebruikt voor de hondenpoep en voor het GFT afval, voor die pedaalemmer zakken. Dat is nog erger. Dat is echt drama spul. Het verteert fantastisch, want het is gemaakt op basis van zetmeel, meen ik. Dit, ik zou niet weten wat het is. Je hebt allerlei constructies die mogelijk zijn om tot dit soort materiaal te komen. Ja, dat zou je dan moeten uitzoeken wat ze hiervoor hebben gebruikt. En het was veel makkelijker geweest als ze gewoon een polyethyleen zak hiervoor hadden gebruikt. Dan waren mijn aardappelen in die zak gebleven. Dan had ik na afloop die zak met het huisvuil meegegeven. Dat ging naar de huisvuilcentrale en dan werd het omgezet naar
energie, stroom. Dus stop er nou eens mee. Om te beginnen, omdat landbouwgrond kun je veel beter inzetten voor voeding. En dit soort geforceerde vormen van plastic, het levert niks op. Als je per se voor bepaalde toepassingen makkelijk biologisch afval wil hebben, biologisch verteerbaar afval, en dan heet het composteerbaar. En niet biologisch afbreekbaar, want biologisch afbreekbaar is, ja, hoe lang gaat dat duren dan? Onder welke omstandigheden gaat het verteren dan? Maar het is vaak flutmateriaal. Hier hebben we nog iets. Kijk, deze pen staat erop. Biodegradable. En denk je, dat is mooi, maar er zat een clipje aan. Clipjes weg, hè? Clipjes weg. Wat moet je daar nou mee? Geen moer. Dus stop ermee. Als je per se biologisch afbreekbaar, composteerbaar plastic wil hebben, maak het dan van aardolie. Ja, dan hebben we. Nee, aardolie komt uit de grond. Ja, maar fossiele. Probeer daar eens uit te komen. Want dit slaat gewoon helemaal nergens op. Je wil dus liever dus gewoon natuur tegen de vlakte hebben, want daar komt het dan vaak ook op neer. Die palmolie waar brandstof van gemaakt wordt, daar wordt dus regenwoud voor gekapt. En dan kan iedereen zich op de borst kloppen over het feit dat ze vernieuwbare brandstof hebben. Maar ga eens kijken in Maleisië, Indonesië, hoe dat tot stand komt. Dus dit noem ik groenigheid. Stop daarmee. Je kunt prima allerlei dingen maken van aardolie. Ook afbreekbare dingen. Dus ook dingen die in de zee en zo makkelijk verteren. Als dat überhaupt al een punt is, hier waar wij hier wonen. Omdat huisvuil, afvoer en verwerking is heel goed. Ik denk dat ik hieronder nog even een linkje stuur naar artikeltjes die ik heb geschreven voor Spiegelbeeld. Goed blad. Dan kun je er nog verder over lezen. Want groenigheid, ik heb er zo'n hekel aan. Het komt niet vanuit kennis. Bedankt voor het kijken.